Per jaar krijgen ongeveer 120 mannen de diagnose borstkanker. De impact van een borstkankerdiagnose kan groot zijn. Mannen kunnen door de borstkanker en de behandeling verschillende klachten ervaren. Hallo, mijn naam is Toen Bootsma. Ik werkte sinds januari 2016 als onderzoeker aan een project over mannen met borstkanker bij de afdeling psychosociaal onderzoek en epidemiologie van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en de afdeling oncologische chirurgie van het UMC Utrecht. In deze vlog wil ik jullie graag meer vertellen over de resultaten van dit onderzoek. Hoewel de ziekte borstkanker bij mannen en vrouwen overeenkomsten kent, zijn er ook een aantal belangrijke verschillen bekend. De informatievoorziening voor borstkanker was vooral op vrouwen gericht, terwijl mannen juist andere behoeften kunnen hebben. Mannen met borstkanker herkennen zich bijvoorbeeld niet in de bijwerkingen voor vrouwen, die worden genoemd in de bijsluiter van de tamoxifen, de antihormonale behandeling. Daarom hebben de projectleiders, professor Dr. Evelien Blijker en Dr. Arjen Witkamp, samen een subsidie aangevraagd, eerst bij Pink Ribbon en later bij Zorginstituut Nederland, om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening voor mannen met borstkanker een eigen plek krijgt in de vorm van een website die voor iedereen vrij toegankelijk is. Om in kaart te brengen welke informatie er nodig is voor deze website, hebben we in samenwerking met ons projectteam en een aantal landelijke organisaties die zich inzetten voor borstkankerpatiënten, een onderzoek opgezet naar informatiebehoeften voor mannen met borstkanker en hun behandelaren. In 2016 hebben we 3 focusgroepen georganiseerd, ondersteund door Borstkankervereniging Nederland, waaraan 12 mannen die eerder behandeld zijn voor borstkanker hebben deelgenomen en 2 partners. In deze focusgroepen hebben de mannen ons verteld wat voor hen belangrijke thema's zijn om aandacht aan te besteden op onze website. Hieruit kwam naar voren dat het belangrijk is om patiëntenervaringen en foto's te delen op de website. Aandacht te besteden aan de klachten waarmee de ziekte borstkanker zich presenteert bij mannen, om ook te voorkomen dat er vertraging optreedt in het vaststellen van de ziekte. Daarnaast aandacht voor de verschillende behandelingen die mogelijk zijn, dat ze daarin een keuze hebben en ook de nazorg nadat de behandelingen zijn afgerond. De verschillende bijwerkingen die kunnen optreden na de verschillende vormen van de behandeling, maar ook de psychosociale gevolgen en hoe ze om kunnen gaan met deze ziekte. Ook is het belangrijk aandacht te besteden aan erfelijkheid en de gevolgen die dit kan hebben voor de familie. Als laatste werd genoemd het wetenschappelijk onderzoek. Ook zouden ze daar graag informatie over willen hebben wat nieuwe onderzoeken opleveren voor deze specifieke patiëntengroep. Los van deze belangrijke thema's is ook aangekaart dat het belangrijk is om meer bekendheid te krijgen over dat de ziekte borstkanker ook bij mannen kan voorkomen, zodat mannen met klachten ook tijdig medische hulp zoeken. Daarnaast heeft een diverse groep van in totaal 77 mannen die behandeld zijn in de periode 2011 tot en met 2016 in 21 verschillende ziekenhuizen in heel Nederland een uitgebreide vragenlijst ingevuld over hun informatiebehoeften. Zij gaven aan dat ze vooral meer informatie zouden willen en informatie gemist hebben over de verschillende bijwerkingen tijdens en na de behandeling. Een belangrijk thema wat ze hierbij genoemd hebben zijn de seksuele gevolgen van de verschillende behandeling. Om de mannen hierover beter te kunnen informeren hebben wij een video ontwikkeld die we hebben gedeeld op de website. Een belangrijke en vaak voorkomende klacht is een verandering op het gebied van seksualiteit en intimiteit. Deze veranderingen zijn voor iedereen anders en zijn onder andere afhankelijk van de behandeling die is ondergaan. Je kunt je bijvoorbeeld door een chemokuur te moe voelen om te vrijen, of je door lichamelijke veranderingen minder aantrekkelijk voelen. Deze klachten kunnen tijdelijk zijn, maar ze kunnen ook langer aanhouden. De mogelijke gevolgen van borstkanker op seksualiteit en intimiteit
zijn afhankelijk van het type behandeling. Zo kan bestraling leiden tot een kwetsbare en pijnlijke huid en lymfoödeem, waardoor bijvoorbeeld beperkingen kunnen optreden bij het bewegen van de arm of schouder. Chemotherapie kan leiden tot klachten als misselijkheid en diarree en verminderde vruchtbaarheid. Hormoontherapie kan leiden tot minder zin in seks en problemen met het krijgen van een erectie. Ook kan het leiden tot stemmingsproblemen, zoals somberheid. Ook kan borstkanker en de behandeling daarvan in het algemeen leiden tot vermoeidheid en een veranderend lichaamsbeeld, bijvoorbeeld door gewichtstoename, haaruitval of een litteken op de borstkas. Je hebt en chemotherapie gehad, je hebt je bestralingen gehad, je bent ook in een emotionele situatie waardoor je veel kwetsbaarder bent. En ja, dus als je daar dan nog een keer die tamoxifen, wat dan de hormoonbehandeling is, overheen krijgt, dan heb je wel iets achter de kiezen. En dat heeft er op dat moment best ingehakt. Toen merkte ik eigenlijk pas meer de naweeën van de borstkanker en hoe dat op je omgeving invloed heeft. Mijn vrouw zei dat ik een zombie was. Vond ik dat zelf al meevallen, maar het is natuurlijk, je bent zelf niet heel goed een referentiekader. Dus je moet een beetje afgaan op wat je omgeving op dat moment ervaart. Ik was chaotisch, weinig concentratievermogen. Ik denk ook wel een kort lontje misschien. Of op andere momenten weer heel erg sloom en lui. Maar ja, wat de meeste impact heeft gehad natuurlijk, is het feit dat je in seks geen zin meer hebt. Ook heeft een diverse groep van 139 behandelaren die betrokken zijn bij de zorg voor mannen met borstkanker een vragenlijst ingevuld over hun informatiebehoeften. Dit waren voornamelijk medisch specialisten en verpleegkundigen in de verschillende ziekenhuizen in Nederland die mannen met borstkanker behandelen. Zij gaven aan dat ze vooral manspecifieke informatie wensen over de antihormonale behandeling, het erfelijkheidsonderzoek, de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en ook de psychosociale gevolgen. Verder was het een grote wens om ook patiënteninformatie te hebben, specifiek voor mannen met borstkanker. Om aan deze wens te voldoen, hebben we in samenwerking met Borstkankervereniging Nederland en KankerNL een patiënteninformatiefolder ontwikkeld die je kan downloaden op onze website. Om aan te sluiten bij de informatiebehoeften die uit ons onderzoek naar voren kwamen, hebben we in samenwerking met alle betrokkenen de website www.mannenmetborstkanker.nl ontwikkeld, waar informatie te vinden is voor mannen met borstkanker, hun partners, hun familieleden en hun behandelaren. Met deze website hopen wij ook bij te dragen aan meer bekendheid en minder vertraging in het vaststellen van de ziekte borstkanker bij mannen en ook verbetering van de kwaliteit van leven voor deze patiëntengroep. De resultaten van ons onderzoek zijn na te lezen in het Engelstalige artikel UMED Information Needs of Men with Breast Cancer and Health Professionals in het tijdschrift Psycho-Oncology en een Nederlandse samenvatting kun je vinden op de website. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de website www.mannenmetborstkanker.nl.